De Panama Papers hebben opgeleverd dat er heel veel fiscale structuren zijn over de hele wereld. En heel veel vermogen wordt weggesluist. En het Nederlands parlement wil echt weten hoe dit zit. En zeker bij een onderwerp als fiscale constructies, belastingontwijking, is niet iedereen genegen om te komen. En nu is het verplicht. En mensen worden ook onder ede gehoord. Dus ze zijn verplicht om de waarheid te vertellen. Een parlementaire enquête duurt langer. Er worden ook heel veel schriftelijke inlichtingen gevraagd. Een dik rapport wordt er vaak geschreven met adviezen. Dat doen wij allemaal niet. Tom van der Lee van GroenLinks, Jan Paternotte van D66, Renske Leijten van de SP, Eppo Bruins van de ChristenUnie en Chris van Dam van het CDA. Ik mag de commissie voorzitter. We doen het echt als team. We doen het samen met z'n zessen. Maar er moet natuurlijk één voorzitter zijn. En deze keer heeft de commissie mij als voorzitter gekozen. En ik vind het echt eervol om te mogen doen. De Tweede Kamer, maar ook het publiek, kan precies zien hoe dat in die fiscale wereld toegaat. Dat is het doel van onze commissie. En dus zijn alle verhoren openbaar. In ieder geval op de website van de Tweede Kamer te volgen. Er is een publieke tribune, daar kan je plaatsnemen, zoals ook in de Tweede Kamer. En ook journalisten zullen aanwezig zijn, die zullen het zeker volgen. De eerste keer dat de Tweede Kamer dit instrument inzet, de parlementaire ondervraging. En we willen dat goed doen en we zullen dat precies, conscientieus en gemotiveerd doen.